Dit is mij. Hij hier in het zonovergoten tropische Geneweide gearriveerd. Hij weet natuurlijk ook dat het voor deze mannen belangrijk is om hier te gaan klapperen aan het begin van het seizoen. We hebben op dit moment een groot peloton en daarachter op 25 seconden een groep van 30 coureurs bij de jury. We hebben op dit moment twee, Kevin Kooijman.
draaien. En hij tilt dus een kop van het zadel. En beste en allerzijds. En dat betekent dat die man weer stand Wekel. In mijn waarneming gaan zien als de overwinnaar van de omloop met de Stolverijzerdag. En dus 1, 2 en 3. Ja, mooi toch? Als we naar de afspraak. Ja toch? Stan Wekel, ik moet zeggen, gefeliciteerd. Je bent nu op tijd voor de prijsuitreiking. Vorig jaar was je hier ook de winnaar. Ja, klopt. Vorig jaar was het een beetje later, maar wel weer dezelfde strekking, dus dat is mooi. Dat is mooi. Tijdens de ploegwedstrijd van de peddelaars maakten wij op het podium als schijntje een afspraak. En die afspraak was? Dus dat ik als tweede jaar ook weer eerste word in Noordwest. Kortom, ik hou van kerels die zich houden aan afspraken, maar het was niet gemakkelijk vandaag. Nee, zeker niet gemakkelijk. Van het begin af aan was het een harde koers. Het ging behoorlijk hard, maar we zijn niet echt veel elkaar gekomen. Dat is wel erg jammer, maar toch hebben we een koers kunnen maken. Vervolgens waren er uiteindelijk nog twee weggereden, waar ik zelf ook nog bij zat. Waarvan ik zelf dacht van, dat wordt hem niet. Maar ze zijn toch nog dik 30 kilometer zelf weggereden, dat is 10 kilometer voor mij. Toen heb ik zelf ook nog met hem aangevoegd, maar ze hebben een goede rijden. Dat heeft veel energie gekost, maar toch hebben we een overwinning gepakt. Dus, mooi, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Er zijn maar weinig mannen in het grote peloton die kunnen zeggen dat sommige mannen van Gijssel twee maal achter elkaar hebben gewonnen. Dat zijn er maar weinig. Ja, dat zou wel. Dat is zo, dat is zo. Echt waar. En jij denkt, ik ga maar direct naar aanval. Ja, ik dacht, ik maak het af vanaf de ring. Vijf keer heb je het minstens geprobeerd. Ja, dat zou ik niet tellen. Ik heb het allemaal bijgehouden, het is een gekkenhuis. Dat is mooi, hè? Want je gaat toch als een van de favorieten van start. En dan is het mooi dat je je niet verstopt. Nee, inderdaad. Ik wil het koers hard maken en tot het einde. Maar ja, uiteindelijk ben ik wel een sprint. Dus dat is niet helemaal. Blij met je balen? Ja, zeker. Goed, schat, weer een geweldige pas. Dat is mooi, hè? Ik vind het prachtig als je weet dat je wat kunt en dan vanaf wat niet gaat koersen. Daar heb ik diep, diep respect voor. Gaan we naar Bas van der Kooi. Bas, ja? Ik zei al, de eerste koers. Links en rechts wat Melody gaat proberen om echt weg te komen was moeilijk. Ja, dat is zeker moeilijk. Maar dat is heel veel mee, dus als je weg gaat, dan is het goed. Goed, en dan kom je hier in deze straat, een smalle aankomst, Nevers. Heb jij dat nog wel enig rust? Ja, ja, ik heb na die kaart, dat heb ik 4 weken. Prima, heb je ooit een dame uit Geenemuiden gekust uit je leven? Ik zeg maar langzaam op de bal. Ga je nu doen, jongen. En daar gaat het, hè? Kijk eens, Rabobank kussen. Ho, prachtig. Dan gaan we, dames en heren, naar de man, zoals we eerder verteld, met een uitstekend koers mentaliteit. Pakt hier een tweede stek namens de jonge renner, Nino Hanning. En dames en heren, de nieuwe koning van Zwarte Waterland, voor de tweede maal op rij, pakt hij de overwinning. Uitstekend namens de peddelaars overwin, Stan Wekel. Prima. Ja. Even wachten, mannen, want onze ronde is Marieke. Het is de bedoeling dat je er wel tussenin gaat staan, hè? Stel je voor dat Stan Wekel ooit de Tour de France gaat winnen, dan kun je dat zeggen. Ik sta er nog mee op de foto. Goed, mannen. Ha, gisteren geweldig applaus, nummers 1, 2 en 3 van de Rabo-omloop van Noordwest-Overijssel.